wedstrijd tegen ADO Den Haag zit erop en jij hebt het einde niet gehaald. Nee, dat klopt. We haalden doorgebroken speler neer, dus terecht de rode kaart. Het was een overtreding die misschien wel moest, omdat het anders 2-1 geworden was? Ja, ik denk het wel. Anders zou hij alleen op de keeper aflopen. En dat was voor een reactie. Ik haalde hem neer en ja, een rode kaart. Jullie spelen best een hele aardige wedstrijd. Hè? Ik denk dat jullie een uur lang best een hele goede partij gespeeld hebben als Excelsior zijnde. Waardoor loopt die wedstrijd dan toch richting ADO Den Haag deze keer? Ik denk dat we in balbezit iets slimmer moeten zijn. Langer balbezit proberen te houden. En ja, verder de wedstrijd gewoon naar het einde toe slepen en zorgen dat we geen tegengoals meer krijgen. Is dat dan de onervarenheid van een jonge ploeg? Ja, ik denk het wel. Je moet gewoon vechten. Zorgen dat er geen goals vallen. En proberen die wedstrijd te winnen en anders een punt meenemen. Maar proberen niet te verliezen. Als je even teruggaat naar deze wedstrijd, hè, het eerste half uur spelen jullie goed. Dan ontstaat er ineens een soort van onrust in jullie verdediging, waardoor jullie het eigenlijk moeilijk beginnen te krijgen. Ik ben het niet helemaal mee eens, wat je zegt in de verdediging. Ik denk dat gewoon als team iets minder ging lopen. De ruimtes werden te groot en dan moet je als verdediging achteruit. Zij hebben dan meer ruimte om te spelen, dus wordt het moeilijker voor ons. Ja, en dan, maar we hebben toch de nul gehouden in de eerste helft. We komen ook 1-0 voor. Als we wat slimmer in balbezit zijn, kunnen we meer kans creëren, want we gaven wel veel ruimte weg. Maar dat moeten we dus nog leren. En jullie krijgen gelijk aan het begin van die tweede helft een fantastische kans, bijna 2-0. Ik kan me even niet voor de geest halen. Oké, okay, na die tweede kans uiteindelijk speel je een kwartier lang goed in die tweede helft. En dan gebeuren er allerlei rare dingen ineens. Ja, zij maakte een wissel, haalde een verdediger eruit en een middenveld erin. Ik denk dat we even in de war waren. We wisten niet goed waar we moesten lopen en ja, dan valt die 1-1. Dat is best wel zuur, maar dan moet je gewoon proberen door te voetballen. Waren jullie toen eigenlijk even het hoofd kwijt? Ja, ik denk het wel. Het publiek ging erachter staan. Zij kregen iets meer vertrouwen weer. En ja, wij moeten dan gewoon de rust bewaren. En proberen te blijven voetballen en geen gekke dingen doen. Nou, je komt uiteindelijk door gekke dingen met 10 man te staan. Jij moet aan de noodrem trekken, komt met 9 man te staan. Dan verlies je uiteindelijk die pot ook nog door een vermeende handsbal misschien van Timothy de Rijk. Heb je dat nog gezien? Nee, heb ik niet meegekregen. Uiteindelijk wordt het dan 2-1. Wat is dan het gevoel voor jou? Natuurlijk balen, maar heb je ook een beetje moed geput uit zo'n wedstrijd als vandaag? Ik heb zeker moed geput. Ik denk dat we gestreden hebben voor wat we waard zijn. Alleen we moeten gewoon iets beter voetballen. En zorgen dat we meer kansen creëren en dan komt het wel goed. Maar er komt wel een heel lastig programma aan. Ja, het is heel lastig, maar voetbal, ja, de bal is rond. Ik kan bij iedereen punten pakken, al wordt het tegen de ene ploeg lastiger dan tegen de andere. Maar het maakt niet uit, het zijn 34 wedstrijden. We moeten zorgen dat we aan het einde van de rit gewoon in de Eredivisie blijven. Dus vandaag geen punten tegen ADO Den Haag, maar wie weet volgende week tegen Ajax wel. Wie weet. Dat hoop je in ieder geval. Ik hoop het zelf. Jij doet dan in ieder geval niet mee, hè? Want je krijgt ongetwijfeld de wedstrijd schorsing. Dan zit je ook nog eens op de bank naar zo'n wedstrijd te kijken. Dat, vanaf de tribune, dat lijkt me vreselijk. Ja, dat is al juist in zo'n wedstrijd. Het is al de tweede keer dat ik Ajax moet missen. Maar ja, als zoiets gebeurt, dan moet ik van leren weer. En zorgen dat ik volgende keer goed sta, dat ik niet overtreding hoef te maken. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.